Hoe heb jij alle berichtgeving rondom de excuses uh, gevolgd? Ja, ik mag dan natuurlijk... Uh, vorige keer hebben we er al over gelachen. En ik geloof dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. Het moet bijzonder serieus worden genomen. Maar dat is bij de operetten... die ze er tenslotte met z'n allen van gemaakt hebben... is dat wel bijzonder moeilijk geworden langzamerhand. En ja, ik moet je zeggen dat ik bij een lezing... Ik zal niet zeggen waar en hoe, maar... Heb ik nu twee of drie keer gevraagd wat het publiek vond van het aanbieden van de excuses en de wijze waarop dat gegaan is. En ik kan je wel zeggen dat ik weet niet of je mijn publiek kunt vergelijken met, hoe heet dat ook alweer? De, de, de wisdom of the crowds. Maar ik kan je zeggen dat er voor de excuses en zeker ook de wijze waarop. Heel weinig sympathie bestaat in Nederland. Volgens mij, mij komt het, het ook door het geld. Ik weet ze niet of het, of het getoetst is in opinieonderzoek, maar het is niet een zaak A waar mensen warm voor lopen, B die ze eigenlijk ene klap kan interesseren en C het, het is allemaal wel erg kinderachtig gemaakt van beide kanten. Maar dat is niet de groep waar het om gaat, hè? Die jouw publiek. Nee, dat ben ik met je eens. Nee, 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 natuurlijk het aantal Surinamers wat in mijn publiek zit is meestal beperkt. Ze zijn er wel. De Surinamers, die natuurlijk na de zelfstandig van de staat Suriname naar Nederland zijn gekomen, toen dacht ik ongeveer de helft van de hele Surinaamse bevolking, heeft het heel goed gedaan in Nederland. Ja. Dat, die, dat integratieproces, vooral natuurlijk omdat ze Nederlands spraken en spreken, is dat heel gunstig en vlot verlopen, bij mijn weten. Ja, maar de argumenten die ze aandragen is, je kunt niet eenzijdig excuses aanbieden. Daar zit wel wat in, toch? Ja, 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 maar ze zijn wel in zuurpieterij vervallen, moet ik je eerlijk bekennen. Wat kan het ze schelen? Het gaat hier om een symbolische daad. Niet waar, ja, zij willen er ook graag een praktische daad aan koppelen. Met name omdat we de, 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 zeg maar de staatsschuld, voor zover je daarvan spreken kunt, van die, die, die Caribische eilanden en Suriname kwijt gaan schelden. Kwijt schelden Daar, precies. Dat precies. Daar gaat het niet van komen. En herstelbestalingen de willen ze ook nog. Ja, daar gaat het ook niet van komen. Ik geloof dat Rutte dat ook al met zoveel woorden duidelijk heeft gemaakt. Ik had het uh, aanvaard zoals het aangeboden wordt. Nogmaals, het is symbolisch. Uh, je weet hoe ik erover denk, ik vind het flauwekul en in, in essentie betekenisloos, omdat het zo simpel is. Ik er overal al excuses voor aanbieden, natuurlijk. Ik heb zelf dacht ik alles. Eigenlijk uit de, uit de grond van mijn hart excuses aangeboden voor de hele wereldgeschiedenis, die toch. Van God vergeet de ellende aan elkaar hangen, we wel wezen. Wij zitten hier nu rustig en veilig in zo'n autootje. Maar dat is eigenlijk een uitzonderingssituatie als je kijkt naar de ellende die de wereldgeschiedenis voor mannen, vrouwen. van alle soorten en kleuren met zich mee heeft gebracht. Daarvoor mijn excuses. Uh, nee. Maar je hebt niet meer begrip gekregen voor het standpunt van uh, de nabestaanden van de tot slaafgemaakte. Nee.